zei je? Oh. Goedemorgen jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Woe! Er gaat deze ochtend wat gebeuren, want ik moet straks mijn scooter af gaan geven. Ik heb dit nog geen één keer aan jullie verteld volgens mij, maar er gaan namelijk wat dingen veranderen aan mijn scooter. Mijn scooter wordt namelijk straks opgehaald en ik ga nu op openen klikken. Want de persoon die dat gaat doen, staat voor de deur. Zoals ik al zei, er werd dus net aangebeld en hij is nu binnen en dit is Koen. Hallo Koen. Koen gaat dus mijn scooter eigenlijk pimpen. Ik wil jullie nog niet vertellen wat hij ermee gaat doen. Dat is eigenlijk nog een klein geheim, want het is ook niet gelijk vandaag af, als ik goed zeg, toch? Of ja, misschien wel? Af, maar morgen. Ja, ik ga morgen pas ophalen inderdaad. Nee, klopt. Koen heeft namelijk een eigen bedrijf waarmee hij de scooters customized. Dus voor de mensen die ook zelf een scooter hebben, dan moet je eigenlijk even zijn account checken. Dat staat nu ook beneden hier in beeld en ik zal het even in de beschrijving zetten. Maar wij gaan nu gewoon naar de scooter toe, want dan kunnen we dus ook gaan kijken wat er gaat veranderen. Oké, jongens, de scooter. Hier staat hij. Hij zit trouwens nog wel hier onder de vogelpoep. Dit heb ik zelf niet gedaan, dat hebben mijn vrienden gedaan. Maar ik kan misschien wel een klein beetje vertellen wat er gaat veranderen, want je gaat een paar details veranderen. Ja. En welke details zijn dat? Dat ben ik heel erg gezegd nog niet helemaal uit. Even kijken wat het dikste is. Maar ik kan sowieso zeggen dat deze drie vinnetjes. Deze drie vinnetjes, ja. Wieldopje. Oh shit. Deze. De rest. Nog een beetje verrassing. Dat is gewoon een verrassing nog, inderdaad. Nou, ik laat me dus zelf ook gewoon verrassen. Maar ik heb het er eigenlijk nog niet helemaal echt over gehad. Tegen jullie ook in de vlog dat ik dit al ging laten doen. Maar misschien kan je wel raden wat er gaat gebeuren. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie misschien het al een beetje voelen aankomen. Wat er dus gedaan gaat worden. Nou, nu moet hij de garage uit. Dus let's go. Ik heb de scooter dus blijkbaar zo'n 2 weken niet gestart. En nu gaat hij dus niet meer aan. Lekker dit. Kutzo. Ja, dan rij je nog gewoon erover. Ja, doen we dat gewoon. Oh jee. Nee, het gaat er niet worden. Nee, het gaat er echt niet worden. Jongens, die viezigheid die er allemaal op zit, dat heeft Rick allemaal gedaan. En hij beloofde hem al weken van, ja, ik ga wel binnenkort even je scooter schoonmaken. Maar kijk dit dan. Tering. Nou, hij gaat dit busje in. En morgen dan komt hij dus helemaal gepimpt. En al terug. Oh, check dit katje dan hier liggen. Hoe cute. Hey, schatie. Oh. Op een schilderij ligt hij ook gewoon. Jongens en meiden, ik heb wat gehaald. Ik ben net even de bouwmarkt ingegaan en ik heb hier allerlei spuitlakbussen gekocht. Kijk, dit is er eentje in het oranje. Kleur van mijn auto trouwens. Eén in het goud. Geen idee of die ook echt goud is. Ik heb hier één in het blauw. Ik heb er nog veel meer ook in het tasje zitten hier naast me. Want ik ga wat doen. Ik ga wat doen. Ik neem straks even de tijd voor jullie om het allemaal wat beter uit te leggen. Want daar wil ik eigenlijk Melanie bij hebben. Maar dat ga ik straks aan jullie vertellen. Maar ik heb dus net even hier bij de bouwmarkt deze spullen gehaald. Voor een leuk plannetje. En dan ga ik mijn muziek aan. Oh. Tietje. Ik heb iets met Wii de laatste tijd. Oké, maar jongens, Tietje is bij me. Ik heb net Tietje even opgehaald. Want we zijn een aantal uur verder. Melanie en ik hebben dus een plan. Wij willen dus... Oh. Ho, ho, rustig, rustig. Anders gaat je auto kapot. Oh. Ja. Wij willen dus heel de badkamer bij onze ouders inspuiten. En helemaal verrot spuiten met allerlei gekke gravity shit. Zoals ik al liet zien vanmiddag. Wat heb je allemaal gekocht? Ja, ik heb dus deze gekocht. En het leek mij dus al een heel gaaf idee om het toilet hiermee goud te spuiten. Wat? Ben je serieus? Wat? Dit is voor op de muur, dit kan niet op tegels. Boeien, dat doet het wel. Grapje. Ja, je is gelukkig! Ik zag het aan je hoofd! Grappig. Mijn ouders gaan dat natuurlijk helemaal kut vinden. Nu doen we dit natuurlijk niet zomaar. Ik ga nog niet vertellen waarom we dit gaan doen, maar dat zien jullie allemaal de komende dagen wel. We gaan in ieder geval heel de badkamer gewoon vernachelen, verpesten. Vernachelen? Ja, is dat een woord? Weet ik niet. Weet ik niet. We gaan het gewoon helemaal... Verzieken. Mijn ouders zijn weg. Die zijn naar opa. Altijd willen doen zoiets. Ja, eerlijk is dat zo. Onze ouders zijn weg. Die zijn dus naar opa en oma vanavond. Dus die komen waarschijnlijk pas laat thuis. Dus het komt hartstikke goed uit. Vandaar dat we het nu dus ook super nice gepland kunnen doen. Opa en oma werken namelijk ook mee, want die hebben dus gevraagd aan papa en mama expres of ze naar haar toe kunnen komen. En dit is allemaal voor een bepaalde reden die ik waarschijnlijk pas in de vlog van morgen ga vertellen. Maar we gaan nog niks zeggen. Dat is allemaal nog eigenlijk een beetje een geheimje natuurlijk. Opinten. Ja, we gaan gewoon de badkamer pimpen. Ja.
Dat is het enige wat we gaan doen eigenlijk. Ja, meer niet. Gewoon dat hij mooi wordt. Ja, precies. Wij gaan dus het park op daar. Mijn ouders die gaan als het goed is over... Het is nu 8 uur. Ze gaan als het goed is om 8:30 weg. Dus ik denk dat we eerst nog even een rondje gaan doen. Hier en dan daarna thuis komen. We gaan gewoon het hele huis verpesten. Hè? Dit is wel echt... Of tenminste de badkamer. Ja. Wel leuk. Oké, Mel gaat even de dag naar FaceTimen. Aangezien we toch nog genoeg tijd hebben. Yo! Fuck ja. Wat ben je aan het doen? Ze ziet de camera's en duwt gelijk de FaceTime ja, weg. Normaal, man. Ze had het niet verwacht. Wat ben je aan het doen? Ik lig op bed. Oké. Heb je zin om iets leuks te gaan doen met ons? Ja, wat dan? We gaan de badkamer helemaal vol spuiten met verf en zo bij ons thuis. Ja. Niet alleen vol spuiten. Oké, grap. We moeten nog een half uur wachten totdat pa en ma weg zijn. Dus dan komen we jou even ophalen. Dus je hebt een half uur om je klaar te maken. Tot zo! Fakken! Zo, dat heb je snel gedaan. Ja, toch? Had wel iets beter gekund. Ah, you look good. Zo, je rijdt goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Inmiddels is het 20:27, dus we kunnen gaan. Ja. Kijk, ze zijn weg. Alleen mijn moeder, de auto staat er, dus dat is helemaal mooi. En lieve mij. Oh ja. Woe! Tijd om te ruïneren. Yeah. Wow, je draagt een broek. En geen jurk. Lekker. Lekker bezig. Kijk, de gamekamer is leeg. Dat betekent dus dat mijn vader er sowieso... Oh, dat mijn vader er sowieso niet is. Nou, Mel. Laatst even... Oh god, ga je nu gelijk al spuiten? Oké, doe 3, 2... Wacht. Heb je een bronzen? Jongens en meiden, wacht even. Dit is dus onze badkamer, zoals jullie natuurlijk weten. Check even trouwens deze ontzettende smerige troep hier. Ik denk dat we wel het raam hier, kijk ook dit. Al het vieze schimmel aan de muur. Hier, oh, dit is ook echt ontzettend goor. Dus wij gaan hem lekker pimpen. Oké, 3, 2, 1, go. Oh, nice man. Oh, nice. Echt top dit. Oh ja, echt nice. Ik moet hem draaien. What the fuck doe je, gast? Remove, je moet iets verwijderen. Oh god. Oké, Melanie, de allereerste. 3, 2, 1. Dit is wel echt heel erg. Kijk, doe nog een keer. Oh mijn god, dit is echt erg. Jongens en meiden, dit is gewoon Project Geo in real life. Bro! Bro! Dit is Project Geo in real life, gewoon. Oh god. Wat zei je? Oh! Oh! Oh my god! Oké, het eerste wat we sowieso wel. Dankjewel. Oké, het eerste wat we sowieso wel eerst even moeten doen. Is alles hier een beetje leeghalen. Alles een beetje weghalen. Zoals de handdoeken. Zoals dit. En dat is wel genoeg. Ik denk dat het handig is als ik iets anders dan een witte broek aan ga trekken. Ja, ik denk. Dat is ook handig. Heb je een trui die vies mag worden, Mel? Hoe? Hoe gaaf is het als we het bad goud spuiten? Dan mag ik die gauw eens één keer proberen. Ja, doe. Oké, jongens, dan komen mijn eerste. Oh, dit lijkt me zo'n lekker gevoel. Oh, dit is zo lekker, het huis verpest. Dit voelt zo lekker, jongens. Check dit. We lopen hier als zilvervliesbeestjes. Zo smerig is deze badkamer. Oh, dat is echt erg. Okay. Dit is dus een van de gaafste die we hebben. En dit is goud. Nou ga ik op het toilet doen. Wow! Holy shit, gast! What the fuck? Dit is fucking zo. Dit is lijp! Dit is lijp! Sorry. Dit is niet lelijk. Dit is wel nice. Oh, yo! Dit is oprecht gewoon... Laat me hem inspuiten met goud. Kijk dit, jongens! Dit is zo fucking dik! Boy, yo, hij glimt ook echt heel mooi. Hij is wel mooi, man. Hey, ik vind het gewoon... Dit vind ik gewoon echt een upgrade. Daphne gaat ook even een mooie creatie laten zien. Wat is dit? Is dit gras? Ja. Wat is dit? Dit is heel groen. Ik ga onder... Ja, ik zie dat het groen is. Om het hartje heen. Oh, je gaat om het hartje heen, mooi. Ja. Oké. Okay. Kijk. Als onze ouders hier achter komen en ze zien dit... Ze worden helemaal leid, denk ik. Dit gaat te ver, hè? Dit gaat echt te ver. Oké, we zijn zoveel aan het spuiten dat we waarschijnlijk even mondkapjes op moeten doen. Maar hey, het wordt wel een mooie creatie zo. Kijk dan. Bruin daar, poep op de muur. Deze is nog wel mooi, dit is gewoon een hartje. En een gouden wc, dat vind ik wel cool eigenlijk. Let op wat ik gemaakt heb! Hey! Yeah!
poep, omdat hier een toilet is, jongens. Wat ga je doen? Wat ben je aan het schrijven? Melanie. Dat is fucking droog. Waarom zou je jezelf op de muur schrijven? Ja, oké, ik draag een trui van mezelf. Dat kan ook, zeg maar. Wat ben jij aan het doen? Jezus, jongen. Oh mijn god. Maar kijk, ik zit op mijn telefoon. Oh mijn god, jongens. Holy moly. Ik ga nog even het toilet wat mooier afmaken. Ik zweer, ik vind dit er echt nice uitzien. Melanie beseft dat ze hier in moet leven. En dat we dit aan het doen zijn. Het is echt heel erg. Moet je huilen, Mel? Moet je huilen? Nee, natuurlijk niet. Oh. Ze gaat gewoon lekker door. Daphne is ook nog een heel origineel woord aan het schrijven. Plas! Wat is er zonde bij jou? Plas. Hé, hey. Poep en plas. Hoe oud waren we ook alweer? Even, hoe oud waren we ook alweer? Ik vind het echt niet meer leuk. Hoezo niet? Heb jij nog gedaan? Ja. Nee. Sorry. Jongens, ik vind het witte kastje hier nog een beetje saai. Ik ga even een mooie gouden kleur geven. Zo, hallo. Kijk, stijl noemen we dit. Zie je? Papa en mama hebben echt een goed smaakgevoel. Lekker overal goud. Totaal niet ordinair. Als we nou inderdaad de douche gewoon een soort van sensor maken, dus dat je gewoon tot hier het ongeveer dicht maakt, dan kan je gewoon tijdens dat papa en mama de badkamer zijn ook douchen. Oh, Melly. Oké. Ik ga nu van... Het was ook jouw... Ik ga nu papa mama vinden. Nee. Het was ook jouw idee dit. Jongens en meiden. Nogmaals. Het komt nu over alsof wij echt de meest ergste en vreselijkste kinderen ooit op deze planeet zijn. Maar het heeft allemaal een reden. En alsnog vind ik het toch een beetje eng om dit te doen. Kijk, Melanie schrijft nog even een lief dingetje. Love. Oh, je hebt wel een mooi handschrift. Dank je. Echt mooi. Kijk hoe het eruit ziet. Wat is dit? Dit is echt een kinderparadijs lijkt het wel zo. Dat is wel leuk, ik vind het wel leuk. Ja toch? Oké, Melanie weet iets leuks voor op de deur. Wat heb je gedachten? Je kan wel gewoon poepen op een goud toilet. Ik dacht iets van, tot ziens of fijne dag. Oké, hey, echt een superleuk idee. Echt een heel leuk idee. Ik dacht er komt iets super origineels. Bewaren, dat als ze zelf iets willen doen. Ja, oké, wat we ook even eraf moeten halen. Dit is mogelijk. Ja, niet nu al! Sorry bro. Dit is toch veel mooier? Kun je tenminste door het raam heen kijken? Nu kunnen mensen hier zien dat je helemaal verkleurd zijn, dit raam. Wat zei jij nou net, Daphne? Ik zeg, zo kan je gewoon nog doen, Mel. Zo kunnen ze hier voldaan niet. Nice. Kijk, zie je, ja, zo kunnen ze niet naar binnen kijken, Mel. Ja, leuk. Melanie doet nu alsof ze het helemaal niet leuk vindt, maar kijk hoe blij ze aan het fout is. Yo. Oh. Zo. Wow, onbedoeld staat dit dus heel erg goed bij elkaar. Kijk, wit en goud en wit en goud. Hé, hey, scherp. Deze donder heeft goud gemaakt. We hebben ook een roze lamp hier nu. Dat is allemaal helemaal mooi geworden. Oké. Wie wilt er een spelletje? Dat hebben we al tic-tac-toe. Wat? Oh, what the fuck? Dat wist ik niet eens. Oké, wie wilt een spelletje tegen mij doen? Ja? Ja. Groen ben ik gewoon. Ik kan geen rondjes maken. Wauw, Gio. Yeah! Wat ben ik aan het doen? Ja. Ja, ik heb gewonnen. Okay. Nee, ja, we kunnen niet meer winnen. Nee. Ja, jammer man. Ik ben oprecht gewoon een beetje high. Ga je zien. Van al de geur hier. What the fuck. Oh, heb je dat niet? Ja, wel een beetje. Zo. Oké, okay, we gaan als finishing touch nog een poep emoji maken. Ik kan niet zo goed tekenen, maar we gaan het proberen. Kan je lachen? Dit is een piramide, hè? Oh. Hi. Nou, het is meer een poepwolk. En nu is het... Ik weet het niet. Hey!
eens op. De poep zit op je... trui. Well, this is karma. Wauw, kijk wat een mooie speelparadijs het zo is als je het zo ziet. Yeah, plas, scheid, poep, love. Love you. Yeah. We doen hem even dicht. Melanie, kom je eruit? En dan mag hij even drogen. Tada! Niks aan de hand. Nee. Kijk weer even wat voor lekkere kattenband het hier is. Snoesies. Jongens en meiden, het is donker en check eens aan. Dit is het eindresultaat. Het is opgedroogd. Het is verschrikkelijk. Ik ben trouwens ook heel erg benieuwd wat er gebeurt als je doortrekt. Ik heb namelijk geen idee, maar dat gaan we nog wel zien zo. Onze ouders die zijn dus, als het goed is, over, ik denk, een dat was mijn telefoon. Oh my god. Oké, dit is nog. Holy shit, ik schrok me dood. Over een kwartiertje thuis. Het is nu 22:41. Ja, laten we even. En ik denk dat ze er straks hier komen. Oh mijn god. Laten we wel even alle spullen en zo. Ja. Netjes terug zetten. Nou ja, netjes, alsof dat het nog uitmaakt. Mel heeft hier nog even iets mooi neergezet. Vet nice. Voor de rest is het helemaal gepimpt. Wat een avond, jongens en meiden. Wat een avond. Sorry voor de cliffhanger. Sorry dat ik dit jullie aandoe. Sorry dat ik snap dat jullie nu echt heel graag de reactie willen zien van mijn ouders of wat dan ook. Maar ik dacht, hey, ik ga gewoon een keer een cliffhanger in mijn vlog brengen. Leuk, want morgen gaan jullie dus eigenlijk ook de volledige reactie zien. En ga ik jullie nog meer vertellen. Dus dat is allemaal morgen in de vlog. Ik ben thuis. Ik ben weer levend hier aangekomen. Dus dat gelukkig wel. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog, jongens en meiden. Morgen om 5:30 zien jullie dus het hele verhaal. Alles wat er gaat gebeuren en alles erop en eraan. Wat er allemaal dus nog meer is. En nu is het super laat. Dus ik ga lekker slapen. Tot morgen om 5:30 bij dus weer een nieuwe vlog. En ik zeg nu later.